Nou, eigenlijk heel veel. En het was eigenlijk het verhaal van Joop. Want ik ontmoette hem in een van de eerste gesprekken die ik had bij de adviesraad, bij Alzheimer Nederland. En ik dacht eigenlijk dat ik best wel wat wist van dementie. Er zijn natuurlijk verschillende soorten dementie. Het valt allemaal onder Alzheimer Nederland. Maar wat mij heel direct raakte, wat Joop vertelde, was het verschil toen hij op de voetbal vertelde dat hij dementie heeft. En het verschil toen iemand anders vertelde inderdaad dat hij kanker heeft. En bij hem werd het stil. En jij zei ook, Joop, van ja, weet je, ik hoef echt niet mijn huis vol met bloemen en kaarten. Maar het verschil in hoe mensen reageren. En wat mij eigenlijk is opgevallen, want ik heb veel gesprekken gevoerd in de afgelopen weken, is dat er niet alleen veel verschillende soorten dementie zijn, maar ook in heel veel verschillende vormen. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen best een eenduidig beeld hebben van iemand met dementie. Namelijk? Nou ja, dat je toch niet zoveel meer kan en dat je misschien heel de dag in een stoel zit. Maar de mensen die ik heb ontmoet, die staan echt nog vol in het leven. Die doen allerlei activiteiten. En die willen ook gewoon heel graag dat mensen dat ook zien. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.